And now, here are your hosts, Hans and Phil, with another episode of The Special 2. Goedenavond. Fijn dat u luistert naar The Special 2, waar we het onder meer over de sportactualiteit gaan hebben, maar ook over een nieuwe sportieve topic, met name de beste sportfilms aller tijden. Wij, dat zijn ik en mijn vaste sidekick Hans van Puijenbroek, basketbalcoach bij Baarschoten, en bij mijn weten de grootste basketbalspecialist in de Lage Landen en omstreken. Hans, goedenavond, hoe gaat het? Hey, dag Filip. Corona het nog altijd, dus bijna fulltime thuiswerken, twee jonge dochters thuislopen, dus kan soms wel best vermoeiend worden. Maar we worstelen er wel door. Mm-hmm. Nog tijd gehad om de sportactualiteit te volgen? Ja, wat zeggen ze? De moderne man moet kunnen multitasken. En we kunnen ons toch nog een beetje bezighouden en toch nog wel naar het sport kijken. Oké, Hans, vaste opener, het sportmoment van de week. Wat is jou bijgebleven in de afgelopen week? Wel, ik ga een beetje trietje en ik ga er twee doen. Dus afgelopen week is er aangekondigd dat de Nederlandse en de Belgische competitie, dus de hoogste competitie in basketbal, die gaan samensmelten en dat die volgend jaar de BNL-league gaan vormen. Ik vond dat zeker heel interessant nieuws. Ik ben ook natuurlijk nauw verbonden bij de basketbalwereld en dat is natuurlijk mijn eerste passie. Dus ik vond dat zeker een leuke om er even tussenin te gooien. Maar eigenlijk mijn main topic van de week, afgelopen week, was de Formule 1. En vooral omdat we dan ook naar die sportdocumentaires gaan binnen twee weken, was dat wel een leuke. Ik ben naar de Formule 1 beginnen kijken, voornamelijk door een documentaire reeks en die heet Drive to Survive. Dat is een Formule 1 reeks door Netflix, uiteraard. Netflix, who else? En daarin volgen ze eigenlijk alle Formule 1 drivers. Sinds die serie, dat is nu een tweetal jaar geleden, denk ik, ze hebben nu al twee seizoenen gemaakt, volg ik dat wel een beetje op de voet. En mijn papa is wel een big fan van Formule 1, dus zeker wel leuk dat we zo'n beetje een topic hebben dat we erover kunnen praten. En twee weken geleden ongeveer is een van de chauffeurs, Romain Grosjean, dat is een Fransman, is die eigenlijk keihard tegen de muur gevlogen en binnen de seconde was zijn auto in vuurvlam. Dat vloog eruit en je dacht van oei, dat is hier terug een Senna-geval, dat is hier terug een, weet je, zo'n geval waar je denkt, ja, die is eraan. Maar wonder boven wonder is die daaruit gestapt zelf. Eigenlijk liep die gewoon daaruit alsof dat niks was. Dus dat is op zich al wonderbaarlijk. Die gaat zijn kinderen nog kunnen omhelzen. Achteraf gezien heeft hij wel brandwonden aan zijn handen en had hier en daar wat schaafwonden. Maar uiteindelijk is dat eigenlijk heel miniem, als je ziet wat er overbleef van zijn wagen. En daaruit vloeiden dan nog een paar andere zaken, want ja, hij ging niet kunnen rijden. Ze hebben dan een jonge coureur er kunnen insteken. En aansluitend was bij Mercedes Lewis Hamilton, de Formula 1 champion, want nu is hij opnieuw kampioen geworden, had hij corona opgelopen. Dus Mercedes moest op zoek naar iemand die dat in zijn bolide kon gaan rijden. En daar hebben ze dan George Russell opgeroepen. Dat is een jonge Brit met veel talent. En die rijdt momenteel voor Williams. Bon, die hebben er allemaal overeenkomsten. George mag in de wagen van Lewis gaan rijden. Grote verwachtingen. Iedereen denkt, ja, Russell gaat hier tonen van ik ben dat talent, ik ga winnen. En die race die gaat door. En hij, inderdaad, hij staat op de kop. Hij rijdt, ik weet niet hoe, en redelijk wat tegenslagen met banden en bandenwissels en dat soort zaken. Uiteindelijk belandt hij maar op de 8e plaats. Wel een beetje zuur voor hem, maar hij heeft toch kunnen proeven van die top eigenlijk een beetje. Dus dat was heel fijn voor hem. En dan is uiteindelijk de winnaar geworden Sergio Perez, dat is een Mexicaan, die daar eigenlijk nog nooit de wedstrijd gewonnen had. Dus zijn eerste ritwinst en meteen ook waarschijnlijk zijn laatste, want hij heeft voor volgend jaar geen ploeg. En dat is een beetje zonde voor hem natuurlijk, maar wel leuk om af te sluiten, vond ik persoonlijk voor hem dan, dat hij toch uiteindelijk een win had. En dan, als laatste topic, ook onder die Formule 1, kunnen we eindelijk zeggen dat er terug een Schumacher in de Formule 1 zal zijn volgend jaar. Want de zoon van Michael Schumacher, Mick Schumacher, heeft getekend bij Haas. En dat is toch wel opmerkelijk nieuws. We weten niet meer wat er momenteel met Michael Schumacher aan de hand is. We weten dat hij thuis is, maar hij is niet echt meer gezien sinds zijn ongeval in de bergen, waarbij hij met zijn hoofd op een steen is terechtgekomen. Dus op zich wel leuk dat er terug een Schumacher in de Formule 1 is. En hopelijk komt dat goed voor hem en kan hij zijn papa trots maken. Mm-hmm. Het waren inderdaad hevige weken in de Formule 1. Mm-hmm. Je had ook Stoffel van Doorn, die uiteindelijk het zitje van George Russell niet kreeg. Wat vond je daarvan? Mm-hmm. Ja, was wel jammer natuurlijk, want wij zijn toch allemaal vier Belgen, zoals we vorige week of twee weken geleden hebben gezegd in onze Rode Duivels aflevering. Het zou leuk geweest zijn voor Stoffel, moest hij die kans hebben gekregen, want hij rijdt toch wel vrij proper in zijn Formule E-reeks. Maar Stoffel is niet meer de jongste. Ik denk dat hij al
eind de 20 is. Dat is in Formule 1 of 26 of 27. 20, dacht ik. Dus, maar ja, in Formule 1 terms is dat niet meer de jongste. Russell is er dan 22 of 23, dus toch weer wat jonger. Ik denk dat ze kunnen rekenen op iemand, een jong talent, en misschien wie weet als Lewis Hamilton binnen een aantal jaar zegt van ciao, ik ben weg, dat ze dan een George Russell in die bolide kunnen steken. Dan hebben ze al een beetje die jongen gekneed voor nu eigenlijk. Hè. Dus ik kan het ergens wel volgen, maar ik vind het wel jammer. Het is uiteindelijk heel duidelijk, als je die documentaires ook bekijkt, dat dat eigenlijk wel een deel vriendjespolitiek is. En wie dat het meeste geld heeft, die komt heel vaak in zo'n bolide, of wie dat de beste sponsors kan binnenhalen. Want die wagen van Mercedes is duidelijk de beste. Ik denk dat je om te even wie in die Formula 1 line-up kunt in die wagen zetten, die gaat waarschijnlijk top 10 kunnen rijden. Dus leuk voor Russell, minder leuk voor Van Doorn, maar ik denk niet dat hij ervan wakker gaat liggen. Ja, dat was nogthans een uitgelezen kans, denk ik, om iets te doen wat hij in zijn mars zat. Hè? Absoluut, en hij is echt wel een heel goede chauffeur. Ja, en je sprak over Schumacher, de zoon van. Mm-hmm. Kan hij even goed worden als zijn vader? Of heb je daar niet echt zicht op dit moment? Ik volg Mick niet zozeer, zo gedetailleerd. Het is wel zo dat hij in de Formule 2 gewonnen is. Hij is daar kampioen geworden. Dus hij zal wel iets of wat kunnen rijden. Als we kijken naar de voorgaande Formule 1 kampioenen, zitten daar meestal wel een paar Formule 2 kampioenen in. Dus ik denk als een van de meest recente is die in George Russell. Die heeft de Formule 2 ook gewonnen. Kijk, hij is nu een van de talenten in de Formule 1. Dus die heeft dan gewoon een tegenslag, als je het mocht zeggen, dat hij bij Williams rijdt. En dat zijn nu niet de beste wagens. Maar kijk, ik denk wel dat hij zal kunnen rijden. Hij heeft duidelijk al bewezen dat hij iets kan. Of dat hij even goed als papa zal zijn, dat is natuurlijk nog niet geweten. En het is ook niet gemakkelijk om in de voetstappen van papa te treden. We zien dat in allerlei sporten. Michael Jordan heeft ook twee zoons rondlopen die daar uiteindelijk, ja, om het cru te zeggen, niet veel geworden zijn. Zij werken, één daarvan werkt nu bij papa zelf en de andere weet ik niet juist wat hij doet, maar hij is niet Michael geworden, snap je? Dus niet gemakkelijk. Sowieso altijd moeilijk om in iemand zijn voetsporen te trainen die 7 keer wereldkampioen is geworden. Hè? Klopt, ja. Wat is voor jou een beetje opgevallen de voorbije weken of week? Goh, voor mij waren er heel wat zaken waar ik het graag over had gehad. Mm-hmm. Je had uiteraard de bijna kwalificatie van Club Brugge voor de 16e mm-hmm. finales van de Champions League. Met die bal van de Ketelaar op de deklat. Verdomde deklat. Zuur. Ja, je had ook de terugkeer van Cavendish bij Quickstep. Vond ik ook wel heel interessant. Mm-hmm. Een heel opmerkelijke transfer uiteindelijk, want Cav heeft zo goed als niets gewonnen de voorbije 2 jaar. Mm-hmm. Maar voor mijn moment van de week ga ik toch naar de Jupiler Pro League. Alright. Daar vinden we 2 ploegen terug met een soortgelijke naam, Gent en Genk. Mm-hmm. 1 letter verschil, maar op het veld kan het contrast op dit moment niet groter zijn. Gent is aan een verschrikkelijk seizoen bezig. Verloor al 10 van zijn 17 wedstrijden en het bengelt ergens onderaan het klassement. Henk daarentegen speelt zijn beste voetbal in jaren en staat ook trots aan de leiding van de competitie. Dus het contrast tussen beide teams is heel groot. Het is ook des te vreemder omdat beide clubs al aan een 4e trainer toe zijn dit jaar. Ja. Nu, als je dan 15 speeldagen al aan een 4e trainer toe bent, dan is dat meestal geen goed teken. En bij Gent is dat ook zo. Dus na Jes Torp zijn achterin volgens Beleuny en Wim de Dekker de laan uitgestuurd. Mm-hmm. En nu zoeken de Buffalo's dus een heil bij Hein van Azenbroek. Dus een man die de voorbije 2 jaar evenveel heeft gewonnen als Cavendish. Dus het is maar zeer de vraag of hij het tij kan doen keren. Nu, zijn laatste resultaat was hoopgevend, hè? Die 2-1 overwinning tegen Standaard. Maar hoe het ook zij, de druk om te presteren bij Gent zal immens zijn. Dat mm-hmm. is altijd zo geweest, zeker sinds die ene titel in 2015. Ja. Ja. Toen hij van Azenbroek dus uiteindelijk kampioen is geworden met Gent. Maar persoonlijk vind ik eigenlijk dat het bestuur van Gent te veel eist van zijn coaches. En dat de verwachtingen niet realistisch zijn. En dat de coaches er ook heel weinig krediet krijgen. Dat is meermaals gebleken in de voorbije jaren. 2018 had je Yves van der Hagen. Die is toen ontslaan na enkele mindere prestaties. Terwijl hij uiteindelijk het jaar daarvoor erin geslaagd was om de club van een 14e naar een 4e plaats in Europees voetbal te loodsen. Mm-hmm. Ondanks die prestatie hebben Michel Ouagie en Ivan de Witte nooit openlijk hun steun uitgesproken. En ze hebben hem dan ook ontslaan toen de club op een 7e plaats stond in het klassement. Gewoon na enkele slechte prestaties. Idem dito met Jes Torp. Uiteindelijk de club met mooi en offensief voetbal naar de 5e plek in de bekerfinale geloodst. Maar nooit echt openlijk gesteund door het bestuur. En dan uiteindelijk begin dit jaar bedankt voor bewezen diensten. Dus Hein van Azenbroek wacht de moeilijke taak om even goed te doen als Van der Hagen en Jes Torp. En de club naar play-off 1 en Europees voetbal te loodsen.
Dus ik ben heel benieuwd of dat hij daarin zal slagen. En ik hoop voor hem en voor de club ook, hè, dat hij toch iets meer krediet zal krijgen dan zijn voorgangers. Ja, Genk toch ook al aan zijn vierde coach. En hetgeen dat je zegt, hè, dat is meestal bad news. Maar zij staan toch op de kop. Hoe komt dat dan wel goed draait bij Genk en niet bij Gent? Ik denk een combinatie van meerdere zaken. Mm-hmm. Want in het begin van het jaar draaide het ook vierkant bij Genk. Maar toen Jes Torp overnam, zijn er een aantal wedstrijden nipt gewonnen. Mm-hmm. Dat heeft het vertrouwen wat doen toenemen. En dan had je ook de terugkeer van Brian Heinen op het middenveld. Die terugkwam met blessure. Mm-hmm. De overname door John van den Brom, als trainer van Racing Henk, dat het voetbal dus alleen maar ten goede is gekomen van Racing Henk. Mm-hmm. En titelkandidaat nog, denkt hij, of is dat een beetje te vroeg? Maar ze staan toch tweede nu, op 2 punten, dacht ik, van Club Brugge. Mm-hmm. Ik dacht persoonlijk dat Antwerpen de grote concurrent ging worden van Club Brugge, maar zoals dat Genk momenteel aan het spelen is, dus ondanks ook een nederlaag tegen Anderlecht, moet je er eigenlijk absoluut rekening mee houden. Ik denk wel dat het seizoen dus nog lang is, dus er kan nog van alles gebeuren. Iedereen kan een dipje krijgen. Uiteindelijk herinner ik mij ook dat Charleroi het seizoen is begonnen met 18 op 18. Mm-hmm. En toen het klassement aanvoerde. Iedereen dacht ook toen dat ze titelkandidaat waren, maar die zijn dan op korte tijd ook helemaal teruggevallen. Ja. Dus het kan heel snel keren. Ja. Ik heb nog wel een bijkomend vraagje erbij. Dus ze gaan terug naar een Van Hazenbroek, dat is ja, een oude bekende. Waarom kiezen voetbalclubs vaker voor zo van die ja, mannen dat ze dan terug opvallen van hij zal het wel oplossen? Waarom gaan ze niet in de richting van we zoeken ons een jonger, talentvol coach die dan misschien niet beter om kan met de jeugdige spelers van vandaag? Dat zie je heel vaak in mijn sport dan, in basketbal, dat in de NBA gaan ze heel vaak gaan kiezen voor niet die een Phil Jackson niet meer, maar ze gaan dan gaan zoeken naar een college coach die dan misschien toch een andere visie heeft. Dat gebeurt precies in voetbal toch iets minder. Well, ze hebben het gedaan. Hè. Gent heeft uiteindelijk met Wim de Dekker, een jonge coach, de kans gegeven om zich te bewijzen op het allerhoogste niveau. Mm-hmm. Maar van Antwerpen, dat was toen een assistentcoach van Beleuni. Mm-hmm. Heeft het niet slecht gedaan, maar uiteindelijk heeft hij zich op heel korte tijd moeten proberen te bewijzen. En dat is dan gepaard gegaan met een aantal nederlagen. En dan hebben ze gewoon gekozen voor zekerheid. Ze hebben dan Van Hazenbroek in dienst genomen, die uiteindelijk al een zeker palmares heeft, uiteindelijk ook kampioen is geworden met Gent. Mm-hmm. Dus ze hebben hun eieren in die mand gelegd. En jammer voor Wim de Dekker. Maar alleen dus om op uw vraag te antwoorden, ze hebben wel degelijk de mogelijkheid om coach om zich te bewijzen. Ja, alright. Oké. Genoeg actualiteit, zou ik zeggen. Dan misschien overgaan naar de topic of the week. Hè. Yes. Met corona zitten we allemaal meer thuis dan ons lief is. Maar dat betekent ook dat we meer tijd hebben om gezellig in een zetel te kruipen en een goede film op te zetten. En daarom zijn Hans en ik in het filmarchief gedoken en op zoek gegaan naar de beste sportfilms aller tijden. Klopt. En ik moet zeggen, dat is echt een aflevering dat we al een keer over hadden gebrainstormd. En ik ben echt wel heel tevreden dat we het kunnen doen. Ik kijk er echt wel naar uit. Dus ik heb mij ook goed voorbereid. En we gaan deze week de sportfilms doen en dan over 2 weken gaan we de sportdocumentaires doen. We gaan wel beginnen dus met de films. De docu's zijn voor binnen 2 weken. Mm-hmm. Ik stel voor dat we eraan beginnen. Hans, welke film staat bij jou op de 3e plaats? Alright, ik ga beginnen met een fragmentje te laten horen en dan gaan we zien wat de kennis is van mijn collega. Expand. Well, sure, we haven't worked out how to corner yet. Or stay cool. Or stay on the ground. And a lot of stuff broke. In fact, the only thing that didn't break was the brakes. Hell, right now, we don't even know if our paint job will last a whole 24 hours. But our last lap, we clocked 218 miles an hour down the Mulsanne Strait. Now, in all his years of racing, old Enzo ain't never seen anything move that fast. And now he knows, without a doubt, we're faster than he is. Even with the wrong driver and all the committees. And that's what he's thinking about. He's sitting in Modena, Italy, right now. That man is scared to death that this year you actually might be smart enough to start trusting me.
So yeah, I'd say you got Ferrari exactly where you want him. You're welcome. Voilà. Dat is al een kort voorsmaakje van de film dat je gekozen hebt. Toevallig een idee of een stem gehoord dat je misschien herkent? Ik dacht met Damon gehoord te hebben. Klopt, klopt. Ja. Ik heb de termen Ferrari ook horen vallen, dus ik zou sowieso zeggen Ford versus Ferrari. Ja, klopt, klopt. Het is een vrij recente film. En ja, ik vind het een steengoede film. Ja, het heeft ook een heel goede cast. Matt Damon, inderdaad, speelt Carol Shelby. En ook de andere hoofdfiguur in de film is Christian Bale. De meeste wel gekend voor Batman en verschillende andere films. Maar fantastische acteur. En het verhaal gaat eigenlijk over, inderdaad, Ford versus Ferrari. Dus vooral over Le Mans. Wereldbekende rit in Europa, waarbij dat, ja, alle grote namen gaan. En 24 uur rijden. En je moet dan zowel snel als distance kunnen rijden. En eigenlijk was al jaren gedomineerd door Ferrari. Zij waren sexy, zij waren sterk, zij waren alles wat je maar kunt hebben. En Ford, de Ford, wilde eigenlijk meedoen met die roem en die faam. En dus de man, old man Ford, wou dat eigenlijk proberen domineren daar. Maar ze konden dat niet alleen. Ze zochten iemand die dat een beetje kennis had van Le Mans. En Carol Shelby had in de tijd dat gewonnen. Dus hij wist eigenlijk al een beetje hoe dat moest gebeuren. Maar ja, hij heeft ook wel zijn mensen nodig. En Carol Shelby heeft dan een deal gemaakt met Ford. Van kijk, ik ga voor jullie een auto maken, maar ik ga wel mensen binnenhalen die ik nodig heb voor die wagens te bouwen. En één daarvan is Ken Miles, figuur van Christian Bale. Een Brit die daar in de oorlog heeft gezeten, maar ook een heel goede driver is. En dat is eigenlijk een beetje zijn main technician dat een beetje werkt aan de wagen. Die rest eraan uitbouwen om dan Ferrari te gaan kloppen. En long story short, ze gaan in Europa gaan winnen. Maar de corporate world is heel vuil en achterdochtig. En uiteindelijk Ken Miles, dus Christian Bale, die dat waardig nummer 1 zou moeten zijn, komt dan pas op de tweede plaats. Ja, omdat ze dan eigenlijk een photo finish doen met een paar wagens. En dan hebben ze ervoor gekozen om Ken niet als eerste te laten verschijnen, maar wel die andere mensen. Het andere Ford team, zal ik maar zeggen. Dus een beetje zuur, maar de film zit gewoon heel goed in elkaar. Ik zeg het, goede cast. Er is een heel leuke interacties en ook heel leuke race scenes. Dus voor mij echt wel een topper van de film. Dus ik zou hem zeker aanraden, ja, absoluut. Was de oorspronkelijke titel niet Le Mans 66? Klopt, ja, klopt. Dus hij wordt hier en daar wel anders uitgebracht. Op mijn, ik heb hem dan nog gekocht onlangs. En daar staat dan Ford versus Ferrari. Maar je ziet ook Le Mans 66 inderdaad staan. Want het is effectief in 66 gebeurd. En waarom vond je dit een fenomenale film? Ik denk uiteraard de acteurs, want ik ben een big Matt Damon fan in het algemeen. Hij speelt die rol van Carol Shelby ook heel goed, zo'n beetje een Texan. Zijn accent is ook echt wel on point in die film. Een paar echt leuke quotes dat hij zegt. Het is gewoon een hele fun vibe dat je hebt in die film. Heel de film door, er is geen moment bij dat je verveelt. Mooie soundtrack bij de scènes. Dus er zijn momenten bij dat er race scènes zijn. Er komt muziek bij, echt heel goed gedaan. Maar ik denk vooral dat het gewoon is, het verhaal, het concept hè, van Us Americans against the Europeans, dat is altijd zo'n classic, hè? Us against the world. Dus dat komt zeker terug in die film. En de progressie dat ze maken, want ze gaan eerst voor een jaartje op voorhand, ze gaan in 65 en daar lukt het niet. En dan gaan ze in 66 wel met die Ken Miles erbij en dan lukt het weer allemaal wel. En het is gewoon die een hele vibe rond die film zit heel goed in elkaar. Dus je moet wel props geven aan de director, kan niet op de naam komen, maar hij heeft dat heel goed in film gebracht. En de mensen van Ford ook, want die een baas van Ford is geen gemakkelijke en is niet zo'n leuke. En de marketingmachine achter Ford nog veel minder. Maar dan Carol Shelby, dus Matt Damon en Christian Bale, Ken Miles, dat zijn zo de fighters die daar echt zo de passie hebben voor de wagen zelf. En die knokken dan eigenlijk een beetje tegen Ferrari, maar ook tegen Ford zelf. Dus dat maakt het echt wel zo'n leuke triangle in die film. Dus ik zou hem zeker aanraden voor die reden. Oké. Okay. Je hebt ook een favoriete scène geselecteerd, dacht ik. Ja, klopt. Ik zal die even een keer tonen. Just hold me right there and you take my hand. Oh, God! Sat on my nuts. We're gonna build the next one for comfort, don't you worry. Open the door. Sorry, sir. If you just give me a moment. Open the door! You ready? The name on the middle of that steering wheel should tell you that I was born ready, Shelby. Hit it. Atta boy. Oh, that's got a little kick, got it? Open the door! Oh,
yourself, Mr. Reeve. Are you okay, sir? About right now, the uninitiated have a tendency to soil themselves. Mr. Ford. You okay? Mr. Ford. You all right? I had no idea. I had no idea. I wish my daddy, he were alive to see this. To feel this. Now, this is not a machine just anybody can get in and easily control. Absolutely not. I had no idea. Now, you want to win Le Mans. You really want to take first place. Ken Miles is a man to do it. Voilà. Dus je ziet dat hij effectief zegt van kijk, als je het hier wilt winnen, dan moeten we Ken Miles aan het stuur zetten. Dus ik vond dat wel een hele... Dus ten eerste, het is goed gevonden, want ze laten niet een heel fragment zien. Eigenlijk gaan ze... De right-hand man, die gaan ze eigenlijk een beetje weglokken. Ondertussen steken ze de baas in een auto. Dan kan Carol met hem wegrijden en toch eens even met hem praten. En hem effectief overtuigen van het feit dat... Kijk, die een wagen is zo goed. Een groot deel door die Ken Miles. En hij krijgt uiteindelijk zijn gelijk. Dus ik vond dat een heel mooie scène. Mm-hmm. Klopt. Right. Dat is het voor mij, voor mijn nummer 3. Wat staat voor jou op de nummer 3? Wel, misschien ook beginnen met een scène die mij is bijgebleven in die film. Ik laat ze even horen. Alright, ik ben benieuwd. There is an epidemic failure within the game to understand what is really happening. And this leads people who run Major League Baseball teams to misjudge their players and mismanage their teams. I apologize. Go on. Okay, people who run ball clubs, they think in terms of buying players. Your goal shouldn't be to buy players. Your goal should be to buy wins. And in order to buy wins, you need to buy runs. You're trying to replace Johnny Damon. The Boston Red Sox see Johnny Damon and they see a star who's worth $7.5 million a year. When I see Johnny Damon, what I see is an imperfect understanding of where runs come from. The guy's got a great glove. He's a decent leadoff hitter. He can steal bases, but is he worth the $7.5 million a year that the Boston Red Sox are paying him? No. No. Baseball thinking is medieval. They are asking all the wrong questions. And if I say it to anybody, I'm ostracized. I'm a leper, so that's why I'm cagey about this with you. That's why I respect you, Mr. Bean. And if you want full disclosure, I think it's a good thing that you got Damon off of your payroll. I think it opens up all kinds of interesting possibilities. Where are you from, Pete? Maryland. Where'd you go to school? Yale. I went to Yale. What'd you study? Economics. I studied economics. Yale, economics, and baseball. You're funny, Pete. Tot dusver het fragment, Hans. Heb je het fragment herkend?
Ja, absoluut. Het is trouwens ook een twijfelgeval geweest om op mijn top te zitten. Ik hoor Jonah Hill en Brad Pitt. En dat kan alleen maar Moneyball zijn. Klopt. Ja. Moneyball. Het was moeilijk om uiteindelijk een top 3 te maken. Ik heb ook verschillende films moeten doorstrepen op mijn lijstje. Uiteindelijk ben ik bij Moneyball beland op voor mijn top 3. Een film uit 2007 die de carrière van Billy Beane reconstrueert. Een mislukte quarterback die aan de slag was gegaan als sportief manager van een baseballploeg, de Oakland Athletics. En zoals dat je hoort in het fragment, raakte hij geïntrigeerd door de ideeën van Paul de Podesta, dat is zijn echte naam. Een pas afgestudeerde economy nerd die niet gelooft in de traditionele scoutingsapparaten. En die denkt dat de clubs meer gebaat zouden zijn met puur statistische analyses van hun spelers. En op basis van die statistieken haalt Bean dan een lading spotgoedkope pitchers en catchers binnen, die als te oud worden gezien, te eigenzinnig, te dik, te blessuregevoelig, noem maar op. Dat wordt aanvankelijk overal op hoongelach ontvangen, wat daar is ook wel valt te begrijpen, hè, want stel je voor dat Zotte Waregem bijvoorbeeld 8 spelers uit tijden provinciale zou recruteren en Wesley Sonck in de spits zou zetten. En zou dit ook eens, denk ik, fameus de wenkbrauwen fronsen. Ja, absoluut. Wat vond jij zo goed aan de film? Eerst en vooral natuurlijk de acteurs. Ik vind de chemie tussen Brad Pitt, die Billy Beane speelt, en Jonah Hill, die de nerd speelt, heel goed. En daarnaast heb je nog andere heel goede acteurs, zoals Weyland Philip Seymour Hoffman, die de rol speelt van de coach. Ja. Maar ook gewoon omdat het zo'n lekker ouderwetse underdog neemt de top tegen het systeemdrama is. Ik heb het altijd wel gehad voor dat type films. Ja. Het is ook een prent die zo het klassieke sportdrama een beetje overstijgt. Bij veel sportfilms vloeit het drama een beetje voort uit de wedstrijden. Mm-hmm. Maar hier komt het drama vooral voort uit een andere clash. Namelijk die tussen Bean, hè, dus de rol van Brad Pitt, die koppig vol hart is en zijn statistische methode. En dan aan de andere kant de talentscouts, hè, dus die zweren bij een ervaring, bij een intuïtie en bij een buikgevoel. Ik vind die clash wel heel, heel goed. Wat was voor jou een favoriete scène in de film? Wel, mijn favoriete scène sluit eigenlijk een beetje aan bij wat ik juist heb gezegd. Hè. Mm-hmm. Dus die clash tussen Bean en de scouts. We zien eigenlijk, of we horen ook, een scène waarbij de clash tussen Bean en een van zijn vaste scouts een beetje uit de hand loopt. Heel leuke dialogen ook. Die zijn trouwens van de hand van Aaron Sorkin, de veelgeprezen scenarist die ook films zoals The Social Network van dialogen heeft voorzien. Dus misschien even luisteren. All right. Ja. You're unhappy, Grady. Why? Wow. May I speak candidly? Sure, go ahead. Major League Baseball and its fans, they're gonna be more than happy to throw you and Google Boy under the bus if you keep doing what you're doing here. You don't put a team together with a computer, Billy. No? No. Baseball isn't just numbers. It's not science. If it was, then anybody could do what we're doing, but they can't because they don't know what we know. They don't have our experience and they don't have our intuition. Okay. Billy, you got a kid in there that's got a degree in economics from Yale. You got a scout here with 29 years of baseball experience. You're listening to the wrong one. Now, there are intangibles that only baseball people understand. You're discounting what scouts have done for 150 years, even yourself. Adapt or die. This is about you and your shit, isn't it? 20 years ago, some scout got it wrong. Whoa. Okay. Now you're going to declare war on the whole system. Okay. My turn. You don't have a crystal ball. You can't look at a kid and predict his future any more than I can. I've sat at those kitchen tables with you and listened to you tell those parents, when I know, I know. And when it comes to your son, I know. And you don't. You don't. Okay, I don't give a shit about friendship, this situation, or the past. Major League Baseball thinks the way I think. You're not gonna win. And I'll give you a nickel's worth of free advice.
You're never going to get another job when SHOT fires you after this catastrophic season you're about to set us all up for. And you're going to have to explain to your kid why you're working at Dick's Sporting Goods. I'm not going to fire you, Grady. Billy. Now I will. Voilà, pretty intense stuff. Misschien een vraag naar u toe, Hans, als basketbalspecialist. Worden de spelers in de NBA eigenlijk gescout op basis van bepaalde statistieken? Want uiteindelijk, als we naar de NBA kijken, dan word je echt eigenlijk overladen door statistieken. Mm-hmm. Ja, statistieken is niet alleen in baseball, maar ook zeker in basketbal meer en meer een driving force geworden. Zeker de voorbije, laten we zeggen, 5 tot 10 jaar is echt een van de focal points. Daarbij komt, er is ook zo'n figuur zoals een bean in de NBA, die heet Daryl Morey. Heeft heel lang nu voor de Houston Rockets, is daar een beetje general manager geweest. En hij was ook echt vooral gefocust op de statistieken van de spelers. Natuurlijk, er is nog geen titel voortgevloeid, dus voorlopig nog zonder echt zot succes. Allee, de Houston Rockets zijn wel heel goed geweest en James Harden is daar de drijvende kracht achter. Maar het lijkt wel een beetje aan zijn einde te komen. Dus bij basketbal lijkt die chemistry, die team chemistry van die teammates, toch echt nog wel een beetje belangrijker dan de pure statistieken. Dus de methode die Bean toepast in de film op baseball is niet echt toepasbaar op het basketbal. Toch niet volledig, inderdaad. Toch niet volledig. Je bent zelf ook basketcoach bij Baasrode. Zijn jullie bezig met statistische gegevens? Wij proberen in de mate van het mogelijk toch wel wat dingen neer te pennen. Zeker naar scores en dat soort zaken, zeker en vast wel. Maar ook wel wat andere elementen proberen we te noteren. Natuurlijk, ja, wij zijn maar een klein Baasrode. Wij zijn niet de Oakland A's of de Houston Rockets. Dus onze resources zijn een pak minder. Maar meten is nog altijd weten. Dus het is nog altijd wel iets dat it holds true. Dus het is wel nog belangrijk om statistieken bij te houden, zeker en vast. Oké, tot zover Moneyball. Tijd voor jouw tweede fragment, Hans. Alright. Ik kan u al een tip geven, ik hou het bij het baseball. Laat dat nu toevallig veel van mijn lievelingsfilms zitten in die sport. Ik heb het wel een jaartje gespeeld in Amerika, maar het is niet dat ik het nu nog zo frequent speel, maar het is toch leuk voor sportfilms. Dus laten we even luisteren. Fastball on the inside corner, strike one. Putting that inside. Never do swing at the first pitch, do you, Sam? No, we're off the page now, Gus. This is between me and Ugly. Straight heat. Atta boy. That shit's outside. No wonder nobody likes you, Tuttle. Everything's a goddamn debate. Fastball, and it runs right on that outside corner. The 0-2, the count to Sam Tuttle. I saw that shitty little Hollywood movie you did. Gusitsky wanted that one. So did Chappie. You see the reaction on his face. That's a pretty good pitch on the outside corner. Tuttle didn't like the first two calls, and now he gets a break on that outside corner. That's not the kind of pitch that Chappell's going to like being called a ball all day long. Don't crowd me, Sam. I hate being crowded. The 1-2 the count, and whoops, Tuttle has really moved up on the plate. He's all over the plate right now. Now you got the idea. All right. Dus ik weet niet of jij een stem toevallig herkend hebt in de film? Sowieso duidelijk de stem van Kevin Costner, maar ik heb geen flauw idee over welke film het gaat. Ja, het is ook echt wel geen, als je de lijsten afgaat en je gaat op Google gaan zoeken naar best sportfilms all ever, zit in deze er zeker niet tussen. Hij heet For Love of the Game. En het is toevallig, ik denk dat Kevin Costner ook wel ineens blijkbaar mijn lievelings sportmovie actor is, want hij speelt in, denk ik, 5 of 6 van mijn films dat ik graag zie. Ik denk meteen aan Tin Cup, Field of Dreams, Bull Durham, Draft Day, McFarland en dan deze For Love of the Game. Dus
En Kevin Costner speelt een fijn de carrière baseball speler, pitcher. Die dat heel goed was in zijn carrière. Maar ja, nu, hij is 40 jaar denk ik in de film. En het is duidelijk zijn laatste wedstrijd of jaar of weet ik veel wat. En zijn ploeg is eigenlijk al uitgeschakeld voor de playoffs. Maar de ploeg waar hij tegen speelt, de Yankees, nog niet. Dus de ploeg, de Detroit Tigers, waar hij voor speelt, zegt van kijk, jij mocht nog de laatste of jij mocht deze wedstrijd nog pitchen. En ook in een achterhoofd houdend van misschien zal het wel zijn laatste keer zijn. En eigenlijk in heel die wedstrijd volgen we hem terwijl hij die wedstrijd pitcht. Maar gaat hij ook telkens terug in flashbacks naar zijn verleden van, en dan vooral zijn liefdesleven, want hij heeft een love interest. En dan naar het moment dat hij haar ontmoet en wat er allemaal gebeurt in de tussentijd, blessures, relaties gaan stuk, ze komen terug, dat soort zaken. Dus het is eigenlijk een beetje een romantic drama, maar ook wel met heel veel sportscènes in. En dat maakt het net zo leuk, die back and forth, die in een atmosfeer van baseball is ook altijd wel heel leuk, intens. Hetgeen dat ik laat horen is een fragment waarbij dat hij als pitcher hij gaat gaan gooien tegen de Sam Tuttle, een heel goede batter, die al heel vaak tegen hem heeft kunnen hitten. En je merkt, ze zien elkaar niet graag, ze hebben zo die oogcontact. Hij vloekt dan een keer naar hem, hij vertelt dan verhaaltjes over die keer. En dus die back and forth is heel leuk. Dus ik vind dat een heel leuke film, maar veel mensen schatten hem niet zo hoog in. Ik ken hem alleszins niet. Zijn er, behalve Kevin Costner, nog andere bekende acteurs in die film? Er zijn er wel een heel aantal. Eén daarvan, waar ik echt niet meteen op kan komen, maar ik heb het even opgezocht, dat is John C. Reilly. Meer gekend voor zijn grappige films, hè, Step Brothers, Talladega Nights, noem maar op. Daar is hij meer gekend voor, maar hier speelt hij toch wel een serieuzere rol. En hij is de loyale catcher van Kevin Costner. En dan hebben we de vrouw van John Travolta, die jammer genoeg het afgelopen jaar overleden is. Dat is Kelly Preston. Zij is de love interest van Kevin Costner. En dan ook een hele leuke, komt er niet zo vaak in voor, maar is echt wel heel aanwezig. Als hij in voorkomt, dan zeg je direct van, ha, daar is hem. Hè. En dat is J.K. Simmons. Dus dat zijn een paar namen dat erin voorkomen. Er zijn nog wel een paar mensen die, dat, als je die ziet, denken van, het zit er ook in. Maar nog niet zo gekend op dat moment, want de film is van 99. Oké. Okay. Is de ergste bekeken? Ik heb hem zelf gewoon digitaal aangekocht, maar ik heb ook gekeken. Netflix is hij niet te zien. Ik weet niet of hij op Prime of zo te zien is. Maar ik denk dat je hem gaat moeten aankopen als je hem zou willen zien. Oké. Okay. Nou, als het alleszins beter is dan Field of Dreams, kan het sowieso geen slechte film zijn, lijkt mij. Ik denk dat voor mij is hij beter, vooral persoonlijk. Ik vind ik heb wel graag die rom-com-rom-video's. Dus, maar dat is ook wel iets dat mijn sweet spot kan raken. Dus ik vind dat wel een heel goede film. En voor mij is Kevin Costner zeker wel een waardige, ervaren pitcher, laat ons maar zeggen. Oké. Okay. For Love of the Game, aangeraden door Hans van Puijenbroek. Klopt, helemaal. Heb je ook nog een favoriete scène? Ik heb er verschillende, maar wel een leuk fragment. Dus de scène dat we nu gaan zien, hij is al een hele tijd aan het pitchen, want daar komt nog iets bovenop, dat hij eigenlijk de perfect game aan het pitchen is. Hij heeft niemand op een van de bases, hij heeft nog geen hits tegen, of geen home runs tegen, geen scores tegen. En deze Sam Tuttle is dan hun beste batter, krijgt weer kans om misschien een home run te slagen. En ze hebben gemerkt dat hij eigenlijk zijn schouder heeft pijngedaan, Kevin Costner. Dus wat gebeurt er dan heel vaak in baseball? De manager komt dan een keer even naar buiten, babbelen met de pitcher. En dat is de scène dat je nu gaat zien. This guy used to be a monster, tell you the truth. When he first came up, he was unhittable. Now, the junker. 33 years in a row. And in baseball circles, we all know that there's no love lost between these two guys. They don't like each other too much. Sam Tuttle, I can't think of a better reason not to be a Yankee. Sam Tuttle hit .625. He went 5-for-8 against Chapel this year. That would make me not like a guy. I would think so. Inside corner, strike one. Putting that inside. Never do swing at the first pitch, do you, Sam? No, we're off the page now, Gus. This is between me and Ugly. Straight heat. Attaboy.
it's outside. No wonder nobody likes you, Tuttle. Everything's like... Voilà. Het is toch wel een... Allee, het is geen super lang en ook niks speciaals, maar ik vind het wel een leuke scène, ook vooral voor de acteurs ook een deel. En ik denk dat je ook een beetje ziet wat een pitcher meemaakt. Je bent helemaal alleen op je eilandje. Je maakt iets mee, je hebt een blessure, maar je wilt absoluut nog pitchen. Ze komen af en hij heeft dan uiteindelijk toch nog het vertrouwen erin. En ze maken het een beetje grappig met die pair on the fanny en dat soort zaken. Dus ik vond dat zeker een leuke scène. Doe me altijd lachen als ik het terugzie. Oké, okay, je hebt me alvast getriggerd, Hans. Dus ik ga echt proberen de film nu ook digitaal aan te kopen. En eens te kijken wat er beter is dan Field of Dreams. Hein? Want Field of Dreams vond ik ook wel heel, heel goed. Met ook Kevin Costner, die ook eigenlijk goed in een baseball filmen. Ja, absoluut. Ja, ook zeker een topper. Was ook een heel lange twijfel om hem erin te steken. Ook een iets oudere film. Een iets jongere Kevin Costner. En een heel smakelijke Earl Jones dat erin komt. Dus is ook zeker aan te raden. Ja, dat was voor mij de nummer 2. Ik ben wel eens benieuwd wat er voor jou op nummer 2 zou staan. Eigenlijk iets compleet anders. Ik heb een film gekozen, dus die niet over baseball gaat of over autosport, maar eigenlijk over een meer vrouwelijke sport. Ja, want we hebben uiteindelijk toch ook wel vrouwelijke luisteraars, denk ik. Ik heb een fragment klaar. Benieuwd of je het herkent. Right. Nice. I mean, they had a living room. Diane's husband is a lawyer, so in the morning we meet up at their house. It was nice. I mean, they had a living room and stuff. Hello there. Hey. Hey, come on in. So why don't we just turn his ugly fat ass in? Because big dumb fucking tub of guts. It's only his word against ours. And you and I gotta stick together. Yeah, but Jeff, I'm gonna lose everything. I worked my whole life for this, and I'm gonna lose it because of fucking Sean? If it ever came down to that, I would tell him you didn't have anything to do with it. But right now, we gotta get our story straight. And since they can't pin anything on us, we didn't know anything. Yeah, but we didn't know anything. Right. Look, they've arrested Sean. And he's saying that it was all your idea, Jeff. We didn't know anything. I mean, it was supposed to be letters. It's gonna be a real shit show for us soon. We gotta go home. I'm dragging. Give me the fucking claw. What part of keeping your mouth shut was unclear, you stupid fucking cunt? There's more to this than you're telling me, isn't there? Shut up, Donnie. I'm telling you. Jeff? Did you do it? God damn it. Shit. The fuck? Jeff! Fuck! What the fuck? I mean, this is my fucking life. This is, skating is my whole fucking life. What did you do? What did you do? What did you actually fuck? Shut up! And then bam, nails me right in the freaking face. That's when I knew. Voilà, dus toch wel een redelijk hevige scène, Hans. Heb je ze herkend? Ja, absoluut. Het is een hele goede film. En dat is I, Tonya. Klopt, inderdaad. Een vrij recente film ook opnieuw, uit 2018. Ja. Dus, het vertelt eigenlijk het waar gebeurde verhaal van Tonya Harding, hè? Een Amerikaanse schaatskampioene die opgroeide als trailer trash een beetje, met eerst een moeder en daarna een echtgenote met losse handjes, die we ook in de scène hebben gezien. Ze slaagt er toch in, met veel wilskracht, om zijn weg naar de top van het schaatswereldje te banen, tot ze in 1994 betrokken raakt bij een aanslag op een concurrente. En de Amerikaanse pers had daar toen echt wel een vette kluif aan. In Europa was dat een beetje minder bekend. Maar het levert sowieso echt heel leuke cinema op. Waarom zou jij de mensen aanraden om naar die film te kijken? Eerst en vooral sowieso de fantastische vertolking van Margot Robbie, hè, als Tonya Harding. Absoluut. Helaas, ze is genomineerd voor een Oscar, maar ze heeft er helaas geen Oscar voor gekregen. Mm. Maar dat was wel het geval voor Allison Janney, die de tyrannieke moeder vertolkt in de film. Ja. En die een Oscar heeft gewonnen voor beste vrouwelijke bijrol. Je hebt ook een heel goede soundtrack, vond ik persoonlijk. Die je kunt checken op Spotify, dus zeker eens doen.
Alright. Ja, ik herinner me echt wel die conservatieve schaatswereld en dat Tonya Harding er eigenlijk gewoon absoluut niet in past. En ze was echt zo, ja, trailer trash, zoals dat je al gezegd had. En ijsschaatsen blijft nog altijd een beetje de preppy world, een beetje zoals het golf. Dat is geen dat ik mij er een beetje aan herinner. Ja, ja dat komt ook aan bod in de film. Mm-hmm. Eigenlijk hoe dat juryleden Harding opzettelijk te lage scores geven, omdat ze dus eigenlijk maar trailer trash looks niet in het elitaire schaatswereldje past. Mm-hmm. En ze was ook gewoon een buitenbeentje. Hè? Dus terwijl haar concurrentes nummers opvoeren op klassieke muziek, liet ze zij dan bijvoorbeeld de gitaar van ZZ Top met de luidsprekers knallen. Dus het was echt een complete outcast eigenlijk binnen die wereld. Ja, en ik herinner me ook wel, denk ik, dat ze in die film, tonen ze dat ook, dat eigenlijk heeft ze duidelijk geen geld en ze moet haar eigen pakjes maken en die zijn dan niet zo fancy als die van Nancy Kerrigan en al die andere mensen. Dus dat is ook echt wel nog iets dat ik mij nog vaak herinner van die film. En dan een serieuze vraag, kijk jij naar ijsschaatsen? Of figuurijsschaatsen? Ja, eigenlijk als kind moet ik toegeven van wel. Hè. Dus, maar daarna ben ik eigenlijk ook beginnen storen aan die conservatieve wereld. Mm-hmm. Want dat was een wereld, geen plaats voor vernieuwing of voor mensen die een beetje out of the box dachten. Ik ben eigenlijk opgegroeid met de beelden van, ik weet niet of je ze kent, van de Française Surya Bonaly. Die heeft eigenlijk de kunstschaatswereld echt gerevolutioneerd. Hè, want die is afgekomen met nieuwe moves, met nieuwe sprongen. Maar ze is ook op heel, het was een zwart meisje die in een witte wereld probeerde door te breken. En ja, ze is op heel veel conservatisme en ook een beetje racisme gestoten. Een beetje zoals Tonya Harding, hè? Allee, los van het racisme. Ja. En ik heb eigenlijk ook een favoriete scène die daarover gaat. Dus, trouwens, nog om over uw ijsschaatser te spreken. Ik denk dat er nog een serie is, hebben we het nog over gehad hebben in het verleden, die daar op Netflix staat en die heet Losers. En volgens mij is de dame dat je juist vernoemd hebt, die zit daar volgens mij ook in. Ja, klopt. Dat was, ik heb die docu ook gezien. En zij, ik denk dat het een zesdelige serie was. En zij is een van de zes afleveringen. Ja, dus een van de zes losers, zo gezegd dan. Ja, losers. Allee, ze heeft uiteindelijk wel een indrukwekkende carrière opgebouwd. Ja. Maar ze had er veel meer uit kunnen halen. Had ze meer respect gekregen. Of hadden die juryleden een beetje meer open gestaan voor vernieuwing. Ja. Maar, wat is je favoriete scène? Ik wil het zeker weten. Wel, ja, dus ik heb ze hier klaarstaan. Dus ik stel voor dat we even luisteren. Alright. Every morning working my ass off. Did someone want to just tell me to my face you're never gonna give me the scores I deserve? This is how it's done. Some of these girls have paid their dues. I don't give a shit. I outskated them today. We also judge on presentation. Well, you know what? If you can come up with $5,000 for a costume for me, then I won't have to make one. Till then, just stay out of my face. Maybe you're just not as good as you think. Maybe you should pick another sport. Suck my dick. Voilà, een indrukwekkende Margot Robbie. Is het eigenlijk Robbie of Robbie? Ik denk Margot Robbie. Ja. Maar die scène dus dat je het nu toont, dat is ook wel straf aan die film trouwens, is dat bijna alle stukken dat erin voorkomen zijn een beetje gedramatiseerd, maar die zijn ook effectief gebeurd. Dus zij heeft effectief, want in die scène, ik herinner me nog goed, legt ze haar voet ook op tafel, of nee, het is nog een andere scène, maar legt ze haar voet op tafel of zoiets. En dat zijn allemaal dingen die effectief gebeurd zijn. En die is, zeg maar, ik denk dat heeft ze ook effectief gezegd. Hè. Dat zijn dingen dat ze allemaal effectief... Dus zij was die rugged, die hard, die trash, maar echt keihard werkend. Want zij is de eerste trouwens die dat de triple axel heeft gedaan. Dus drie keer, of hoe dat juist inhoudt, zij is de eerste dat ooit heeft uitgevoerd. En ze heeft jammer genoeg niet genoeg credit ervoor gekregen, omdat het allemaal vrij slecht is afgelopen met haar. Well, ja, inderdaad. Dus al die elementen zorgen er ook voor dat op de tweede plaats stond in mijn top 3 lijst. Ja, heel goed. Ik stel voor dat we ons lijstje afwerken, Hans. Dus onze top 2 hebben we al gehad. Op de tweede en de derde plaats hebben we al gehad. Mm-hmm. Dus tijd voor uw nummer 1. Ja. Heel gemakkelijke keuze voor mij. En mijn top 3 is ook... Ja, die lijsten zijn voor mij ongelooflijk moeilijk. Ik heb geen echte topfilm, meestal. Maar dit is wel de film waar ik echt kan zeggen van... Dat is waarschijnlijk mijn lievelingssportfilm. Ik heb een beetje gekeken naar... Most rewatchable voor mij persoonlijk. Ik kan deze film opzetten om TV welke dag en ik ga er naar blijven kijken. Die staat op tv, ik ga er naar kijken. Dat is gewoon een film dat ik
super rewatchable vind. Het heeft alles wat het moet hebben van mij. Dat is een sport dat op zich wel interessant is. Emotie, goede acteurs. En dan zo'n beetje die van underdog to top dog verhaal zo'n beetje. Waar we eigenlijk heel vaak zien terugkomen in sportfilms. Dat zit er allemaal in. Dus ik stel voor dat ik al eens even een scène laat horen. Oké. Okay. Sunshine. That's cool. I can dig it. Come on now. Don't let me hang him, bro. Come on. Hey, you got a little soul power. Look at Big Daniel. He called me bro. Hey, I like him better with the long hair, bro. Remind me of Bertier's mama. Oh. Why do you know what Bertier's mama looks like? Brother, don't you know me and Bertier's mama went out on the town last night? What are you talking about? Listen now, Blue. Why you talking about Bertier's mama like that? See, now you're making me angry, man. Look like I ain't gonna be able to take your mama to the prom. No. What you laughing at, Jerry Buck? You need to tell your mama to shave them old legs of hers, bruh. And Julius, when she's done, maybe your mama can borrow the razor and shave that old nasty back of hers, bruh. Wait. You're mad because she's looking like the wolf man, bruh. Hey. Elastic, man. What happened to you? Man, I just gave your mama a piggyback ride and she weighs twice as much. Voilà, dat is al eens even een kort stukje erin, een luchtig stukje. Enig idee van welke film dat zou kunnen zijn? Wel, ik herken de scène, ik heb de film nog nooit gezien, maar ik weet dat het over Remember the Titans gaat. Ja. Onze luisteraars moeten we misschien weten dat Hans en ik zijn collega's op het werk. En Hans heeft dat fragment al aan de collega's laten horen, omdat eigenlijk die sunshine slaat op een van onze collega's op het werk. Dus vandaar herken ik het. Maar ik heb de film nog nooit gezien. Mm-hmm. Ja, voor mij zeker een aanrader. Ik herinner me nog heel goed dat... Ik heb die film al verschillende keer gezien, maar ik denk dat de eerste keer dat ik hem gezien heb, dat was ik nog jeugdspeler op een vrij hoog niveau. En die was op tv de nacht voordat wij een heel belangrijke wedstrijd hadden. En ja, ik denk dat de meeste van ons dat wel op MSN zaten en met elkaar chatten en zo. En ik weet dat ik met de teammates aan het sturen was. Ja, die film moeten we zeker kijken. We hebben die film allemaal bekeken. Allemaal super hyped. We hebben die wedstrijd gewonnen. Dus blijft heel goed bij mij. En het volgt een beetje het verhaal van Herman Boone. Dat is dan Denzel Washington. Toevallig een van mijn favoriete acteurs. En hij is uiteraard een zwarte coach. Die dat overneemt in Virginia. Voor een ploeg dat eigenlijk voornamelijk gecoacht werd door blanke coaches. Het is in het midden van de begin jaren 70. Waarin dat dan die integration van blacks en whites allemaal in bepaalde scholen begon. En ja, dat is natuurlijk een heel hevige periode in Amerikaanse geschiedenis. Maar uiteindelijk krijgt die coach, samen met een assistant coach die dat blank is, krijgen ze die ploeg toch bijeen en gaan ze 13-0. Dus ze gaan eigenlijk een vlekkeloos seizoen tegemoet. En ze worden ook state champs uiteindelijk. En dat is ook gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Is ook altijd echt extra leuk als zo'n sportfilm een echt gebeurd verhaal is. Een beetje zoals I, Tonya bij jou juist en Ford versus Ferrari. Dus echt wel, ik vind dat een heel emotionele film. Een heel leuke film met luchtige momenten in. Maar het is een heel goede film vooral. Oké, okay, dus gaat eigenlijk dus een beetje een sociaal activist in u. Ja, misschien wel ook. Ja. En ook een coach natuurlijk. Hè. Dus ik voel mij thuis in allerlei culturen. Dus dit is echt wel een heel leuke film waarin het dat mooi vormgeeft van hoe eigenlijk alles perfect samen kan vloeien en iets mooi kan worden. Dus ja, absoluut. Als basketbalcoach had ik gedacht dat je toch misschien eerder voor Coach Carter was gegaan. Ja, Coach Carter zit zeker in mijn top 20. Maar, en Samuel Jackson is ook een heel goede acteur, maar ik vind in deze nog net ietsje higher level. Het is misschien ook iets, ja, ik weet niet, iets serieuzer. En het is toevallig dat basketbalfilms, er zitten er maar een paar in mijn top 20. Het zijn vooral baseball en American footballfilms en zelfs schoolfilms dat bij mij iets meer pakkend zijn. Ik weet niet, ik kan niet zeggen hoe dat komt. Oké. Okay. Je hebt er juist al een openingsscène laten horen. Mm-hmm. Je hebt ook een favoriete scène in de film? Ik heb er heel veel in de film, maar ik ga eentje laten zien dat dan een beetje die emotie weergeeft. Ze spelen eigenlijk een heel belangrijke wedstrijd. En in Virginia is, ja, het is daar ook niet ongekend dat er heel veel racisme is. En ze willen eigenlijk de zwarte coach, Herman Boone, wil ze buiten.
En ze gaan ervoor zorgen dat ze eigenlijk die wedstrijd verliezen. En er is al afgesproken met al de bigger men up top, dat als hij verliest, dan ligt hij buiten en dan gaat de blanke coach terug head coach worden. Maar die blanke coach, uiteindelijk draait hij hem bij en zegt hij van nee, ik wil niet mee in dat verhaaltje gaan. Ik ga opstaan voor mijn head coach en zwarte coach, en die dat eigenlijk mijn job heeft. En ik ga daarvoor in de bres springen. En dat is een beetje de scène dat we gaan zien, waarin het eigenlijk mooi wordt weergegeven. Mr. Fisher, can I talk to you for a second? Back off, coach, if you want to stay in this game. I've got holding on 78 white. What are you... Are you trying to cheat my boys out the game? 15 more yards. Listen, let them play, ref. Let them play. Reasonable. Let them play. Let the boys play. Cheetah! Coach, come on. Cheetah! Coach. Go! Oh, come on! What was that? Oh, what are you blind? That was a hold? Oh, come on! That was such a bad call! Titus! I know all about it, Titus. What are you talking about, Bill? You call this game fair, or I'll go to the papers. I don't care if I go down with you. But before God, I swear I'll see every last one of you thrown in jail. You dig your own grave. Defense! On me! Okay, Petey, don't you drift to the strong side. Coach, they're calling a holding penalty on me every time. Did I ask for your excuses? You want to act like a star? You better give me a star effort. Do you hear me? Forget about him. Allen, you're it. Come on. All right. Now, I don't want them to gain another yard. You blitz all night. And if they cross the line of scrimmage, I'm going to take every last one of you out. You make sure that they remember forever the night they played the Titans. What? Oké, dat is mijn absolute nummer 1. Most rewatchable, most fun, best sports movie. Ben nu wel eens benieuwd wat die van jou gaat zijn? Wel, we hebben eigenlijk nog geen boksfilm gehad. Dus ik heb voor een boksfilm gekozen. Dus misschien dat dat al voldoende zegt, maar toch, ik ga eerst een fragment laten horen. Right. I want you to meet a face. Forget about it. Joey, I want you to meet a face. God, take it back. I said forget about it. I ain't doing it. Come on, we have fights all the time. When you worry now, you're gonna hit me in the face. Hit me in the face. Go ahead. No, are you afraid? Afraid of what? Come on, don't be a little faggot. Come on, hit me. I ain't a faggot. Take your best shot, man. Come on, Jack, huh? You gotta be a real jerk. You want me to punch you in the face? Hey, Joey, did I not tell you just to do it? Now I'm telling you, gotta do it. I ain't hitting you. Hey, I'm your little brother, Joey. I'm telling you something. I know what you said. I ain't doing it. I don't care if you get mad. I ain't doing it. Not doing it. I don't have any gloves anyway. We're gonna hit you with a table. Use that over there. What? That's right, use that. Wrap it around your hand. How many times I gotta tell you? Not too many more. Go ahead. All right, go ahead. You want me to hit you? I want you to hit me with everything you got. I want you to fucking lay me out. Go ahead. You sure? Yeah. All right. Hot. Yeah? You throw a punch so I can take it up the ass. Come on. Harder. That's hard. What the fuck? What do you want? Take it off. Ah, oh, come on. You want to stop now? That's enough with that. Come on. Ed, come fuck on. Around, man. Come on. Oh, good. Huh? Right. I'm going to smack you again. Throw it again. That's enough. Ed. That's enough. Ed, harder. Nah, your fucking cuts are opening and everything. What are you trying to prove? What does it prove? Oké, Hans, je hebt twee legendarische acteurs aan het werk gehoord. Weet je over wie het gaat? Ja, ze zijn, je kunt ze niet herkennen, denk ik. Hè. Ik hoor absoluut Robert De Niro. En dan the man we all know, Joe Pesci. Inderdaad. En weet je ook welke film het is? Daar moet ik jammer genoeg nee op antwoorden. Dus ik heb geen flauw idee welke film het is.
Het is een film die natuurlijk minder recent is als mijn andere twee. Dus op één staat Raging Bull van Martin Scorsese. Okay. Een film die 40 jaar geleden is uitgebracht. En het vertelt eigenlijk het waar gebeurde verhaal van de getormenteerde bokser Jake LaMotta, die dus echt heeft bestaan, hè. Die binnen de ring scoort met zijn vuisten en er buiten de ring eigenlijk zijn leven een beetje mee verwoest. De hoofdrol dus wordt vertolkt door Robert De Niro, die in die periode ook heel vaak met Scorsese werkte. Je hoort dan ook uiteraard Joe Pesci in het fragment. Dat was zijn allereerste filmrol trouwens. Weinig mensen weten dat. Maar dat was eigenlijk zijn grote doorbraak. Dat is inderdaad wel een leuk weetje. Ja. En de film is er eigenlijk ook bijna nooit gekomen, hè? Dus De Niro heeft echt op Scorsese moeten inpraten. Want aanvankelijk was er geen interesse vanuit Scorsese zijn kant. Hij had niets bij boksen. En bovendien ging hij ook door een persoonlijke crisis. Hij heeft toen een aantal zaken gedaan die hij niet mocht doen. Hij is op het ziekenhuis beland. En het is eigenlijk het enthousiasme van De Niro voor die film die hem er toen weer bovenop heeft gebracht. Hij heeft dat trouwens achteraf ook in interviews gezegd van De Niro heeft toen echt mijn leven gered met zijn enthousiasme voor die film. Oké, mooi. Ik herinner me wel dat ik denk ik ergens gelezen heb dat Robert De Niro ervoor wel eens keert is bijgekomen voor die film. Ja, absoluut. Hij heeft echt een gedaantewisseling ondergaan voor die rol. Hij is 30 kilo bijgekomen. Nee, niet mis. Ja, en vooral naar het einde van de film zie je dat. Dus toen dat Jake LaMotta, dus eigenlijk een aan lager wal geraakte randfiguur is geworden. Dus als je lijsten ook opzoekt op internet van de grootste transformaties die acteurs hebben ondergaan voor een rol, dan ga je ook altijd Robert De Niro met deze rol in die lijsten zien staan. Er bestaan ook veel boxfilms waarvoor acteurs zwaar zijn bijgekomen of afgevallen. Heb mij de film Warrior op Netflix aangeraden, dus ik heb daar naar gekeken. Tom Hardy heeft daar ook een gigantische gedaantewisseling voor gedaan. Maar heb je ook Christian Bale in The Fighter. Absoluut. Jake Gyllenhaal in Southpaw. Ik weet niet of je die al hebt gezien. Ja, heb ik ook gezien, klopt. En dan uiteraard, ja, de bekendste misschien is Will Smith in de film Ali. Ja. En ja, ik vergeet er waarschijnlijk nog een aantal. Hè. Dus aan wie denk je eigenlijk, als je zo aan acteur en transformatie in dezelfde zin hoort, aan wie denk je dan? Ja, de eerste, dat is natuurlijk geen boksen, maar de eerste dat mij in top of mind, dat is dan Hugh Jackman voor Wolverine. Die is gigantisch gespierd geworden voor die film. Je hebt ja Hemsworth in de Thor-reeks, wordt altijd wel redelijk bulky. Dan heb je Russell Crowe, die dat ook gigantisch moddervet is geworden, om het zo te zeggen, voor Roger Ailes. Dus, ik weet een ander van de serie, maar hij speelt daar Roger Ailes, de topman van Fox. Tom Hardy, dat je vernoemd hebt voor Warrior, doet dat ook in de film Bronson, waarbij dat hij zo'n crimineel krachtpatser een beetje speelt. Dat zijn er een paar dat eerste top of mind zo'n beetje zijn. Ik denk dat je nog één groot voorbeeld vergeet. Van voorlopig enkel mannen vernoemd. Maar als je zo vrouwelijke acteur en transformatie hoort, aan wie denkt je dan? Eentje dat bij mij, maar dat is dan niet echt naar gewicht toe, dat is gewoon naar uiterlijk toe. Dat is Charlize Theron, die doet dat in... Ah, oké, wel dan toch, ja. Inderdaad, hè. Ja. In de film Monster, hè. Ja, klopt. Daar speelt ze... Het is heel moeilijk van zo'n mooie vrouw iets lelijk te maken, maar dat is dan toch gelukt in die film, dus... Absoluut, ze heeft er ook een Oscar voor gekregen, hè. Ja, dus... ja, terecht. Oké, ja. Oké. Ik heb ook nog een favoriete scène gekozen voor de film Raging Bull. Ik heb daar juist eigenlijk al een dialoog laten horen tussen Joe Pesci en Robert De Niro. Ja. Voor mijn favoriete scène heb ik een andere dialoog tussen die twee gekozen. Oké. And I slapped him around. Tommy straightened it all out and it's all over. You give me that look, Joey. I gotta accept your answer, you know. But I'm telling you now, if I hear anything, I swear on our mother, I'm gonna kill somebody. I'm gonna kill somebody, Joey. Well, go ahead and kill everybody. You're a tough guy, go kill people. Kill Vicky, kill Salvi, kill Tommy Como, kill me while you're out. What do I care? You're killing yourself the way you eat. You're a fat fuck, look at you. What do you mean, I don't understand, what do you mean kill you? Me, kill me. Start here, kill me first, do me a fucking favor. Cause you're driving me crazy. You're a killer, you're a big shot. Just kill, you're a killer. Excuse me, what do you mean by you, though? So? What does that mean? Don't mean nothing. Even you don't even know what you meant by you. Don't mean nothing. Joey, that meant something. You mentioned Tommy, you mentioned Salvi, you mentioned you. You included you with them. You could have said anybody, but you said you and them. If you really let this girl ruin your life, look at you. She really did some job on you. You know how fucking nuts you are? Look what she did to you.
You fuck my wife. What? You fuck my wife. How could you ask me a question like that? How could you ask me? I'm your brother. You ask me that? Where do you get your balls big enough to ask me that? Just tell me. I'm not answering you. I'm not gonna answer that. It's stupid. You're very smart, Joey. You give me all these answers, but you ain't give me the right answer. I'll ask you again. Did you or did you not? I'm not gonna answer. It's a sick question. You're a sick fuck, and I'm not that sick that I'm gonna answer it. I'm not telling you anything. I'm gonna leave. If Lenore calls, tell her I went home. I'm not staying in this nut house with you. You're a sick bass. I feel sorry for you. I really do. You know what you should do? Try a little more fucking, a little less eating. You won't have troubles upstairs in your bedroom, and you won't pick it out on me and everybody else. You understand, you fucking wacko? You're cracking up. Fucking screwball, you. Oké, dus dat was het een beetje. Mm-hmm. Dialogen tussen Joe Pesci en Robert De Niro in die film vind ik echt wel magistraal. Dus er zijn er een aantal, ik heb er twee laten horen, maar er zijn er nog een aantal andere. En dat heeft sowieso altijd vonken. Dus gewoon al daarom staat die film bij mij op nummer 1. Ze spelen elkaars broer eigenlijk in de film. Mm-hmm. En het grappige is dat in de biografie waarop dat de film zich baseert, mm-hmm. dat Nicola Motta eigenlijk geen broer heeft. Dus okay. heeft zijn eigen broer eigenlijk uit zijn levensverhaal gefilterd omdat hij hem echt haatte. En Scorsese heeft toen wat research gedaan en hij ontdekte eigenlijk dat er wel degelijk een broer was, maar dat de relatie wat vertroebeld was. En heeft mm-hmm. hem uiteindelijk toch geïntegreerd in de film. Mm-hmm. Met goedkeuring van Jake LaMotta, die uiteindelijk de film heeft gesuperviseerd eigenlijk. Mm-hmm. Dus, ja, ik heb even ondertussen even opgezocht en hij is 95 geworden, Jake LaMotta. Hij is in 2017 overleden, dus op zich toch nog... Als ik dan hoor, hij is dan lager wel geraakt, maar hij is uiteindelijk toch nog een beetje kunnen rechtzetten blijkbaar als je dan toch 95 wordt. Maar ik ben heel benieuwd, het lijkt mij een heel interessante film, want Joe Pesci, Robert De Niro, onlangs is The Irishman op Netflix verschenen. Oké, film was misschien niet zo goed als dat we hadden verwacht, maar die dialogen inderdaad zijn altijd wel, dat is legendary. Dus een recap, bij jou is het, als ik het goed begrijp, Moneyball op nummer 3, I, Tonya op nummer 2 en Raging Bull op nummer 1. Inderdaad, volledig juist. Ik denk dat we dan ook rond zijn, hè? Want jij hebt ook al je top 3 gehad, ik ook. Ja, klopt. En onze tijd zit er ook al een beetje op, wil niet te lang rekken uiteraard. Dus we gaan stilletjes aan afsluiten, maar misschien snel even kijken naar eventueel de komende weken voor sportevenementen of bepaalde wedstrijden dat je zegt van, daar wil ik naar kijken. Het is sowieso op sportief vlak, is er op dit moment niet zoveel te beleven. Je hebt uiteraard de Vaderlandse competitie. Maar ik kijk wel een beetje uit naar de veldrit volgende week op de Citadel van Naben. Mm-hmm. Afgelopen zondag heeft Mathieu van der Poel zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden tegen Pidcock. Een jonge Britse wielrenner die uiteindelijk de Baby Giro heeft gewonnen onlangs. Dus een heel goede klimmer. Mm-hmm. Heeft er uiteindelijk Van der Poel afgereden afgelopen zondag. En volgende week zondag krijgen we met de Citadel van Namen opnieuw een redelijke klimkoers. Dus ik ben heel benieuwd of dat Pidcock uiteindelijk gaat kunnen verder zetten. En Van der Poel opnieuw een nederlaag toedienen. En dan de week daarna volgt ook de eerste confrontatie tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veld. Ik moet zeggen, ik heb weinig met veldrijden de laatste jaren, omdat Van der Poel er zodanig uitsteekt. Maar het was wel leuk om te zien dat hij toch concurrenten heeft nu met Pidcock en met ook de terugkeer van Wout van Aert. Ja, ik kan mij zeker aansluiten bij uw veldrijden sowieso. En voor mij is het ook een beetje star-watching in de NBA, want de jongen dat ik er juist vernoemd heb, James Harden, houdt eigenlijk een beetje de Rockets hostage. Hij heeft duidelijk meegegeven dat hij eigenlijk graag wil vertrekken uit Houston. En dat hij bij voorkeur naar Brooklyn wil gaan bij zijn kameraden Kevin Durant en Kyrie Irving. Maar ja, de Rockets die zijn dat niet verplicht. Zij moeten hem niet traden, want hij heeft nog wel wat jaren op zijn contract. Maar bon, het is wel geweten dat als een NBA-speler ontevreden is, dan is het best van hem eigenlijk gewoon af te schepen. Maar er zoveel mogelijk voor te krijgen in return. Dus hij is één naam die dat duidelijk heeft gezegd van ik wil weg. En dan hebben we nog Giannis Antetokounmpo,
een ja, landsgenoot, ga ik niet zeggen, maar je bent ook deels Grieks. Dus de Griek Giannis Antetokounmpo zou eigenlijk een extension kunnen tekenen en een max contract. Dus hij kan eigenlijk het meeste geld van allemaal krijgen bij de Milwaukee Bucks. Maar hij heeft die extension nog niet getekend. En nu beginnen de geruchten stilaan te gaan dat hij misschien niet zou tekenen. En eventueel volgend jaar toch zou willen kijken naar eventueel ergens anders te gaan spelen. Want ze zijn nu een aantal jaar toch vrij goed bij de Bucks. Maar ze komen toch allemaal tekort voor een titel. Hè? En dat is uiteindelijk waar het om gaat, is die championship. En is er eigenlijk een deadline zoals in het voetbal? Want er is inderdaad een deadline. Er is inderdaad een deadline. Ik denk dat die eigenlijk heel dichtbij is. Ik weet hem nu niet uit mijn hoofd, maar hij is heel dichtbij. En als hij dan niet getekend wordt door Giannis, dan zal hij waarschijnlijk zijn seizoen uit doen zonder zijn extension te tekenen. En dan zal hij volgend jaar free agent worden. En dat is natuurlijk minder leuk nieuws voor de Bucks, want dan is het scenario dat hij eventueel naar de Miami Heat, of naar zelf, wie weet, de Lakers, of naar Dallas, of de ploegen die eigenlijk het geld hebben om hem te tekenen, die zullen al absoluut een gooi doen om hem binnen te halen. Oké, okay, en Harden zegt dat hij weg wil. Heeft hij ook al zijn voorkeur laten blijken? Ja, hij wil uiteraard naar Brooklyn gaan, maar dat zal volgens mij niet kunnen. Want als hij naar Brooklyn wil gaan, dan gaat Brooklyn ofwel Kevin Durant of Kyrie Irving mee in die trade willen gooien. Dat is natuurlijk niet wat James Harden wil, want hij wil samen met die jongens spelen. Harden heeft ook gezegd dat hij graag bij of eventueel open staat voor de 76ers. Toevallig de ploeg waar dat zijn vorige general manager nu bij zit, Daryl Morey, die stats guy dat ik ervoor had vernoemd. En hij heeft nu ook recentelijk gezegd dat hij ook wel open staat voor de Miami Heat. Dus ja, er zijn wel wat namen bijgekomen. Natuurlijk, ja, het is nog altijd aan Houston om te zeggen van wat kan ik ervoor terugkrijgen? Want ze gaan zo'n speler, toch denk ik een top 5 speler momenteel in de NBA, niet zomaar laten gaan. Maar als hij naar Brooklyn gaat, dan is Brooklyn toch echt wel een van de titelkandidaten. Als Brooklyn hem kan krijgen zonder die twee big guys, Durant en Kyrie Irving, weg te doen, dan is dat uiteraard onmiddellijk een van de favorieten. Maar ik blijf er wel een beetje een vraagteken bij stellen dat zowel Harden als Kyrie Irving vooral zijn gasten dat eigenlijk constant een bal in hun pollen moeten hebben. Kevin Durant is een beetje, die kan off the ball spelen, dat is een catch-and-shoot guy als dat nodig is, maar je hebt hem ook liever met een bal in zijn pollen natuurlijk. Dus dan hebben drie gasten die eigenlijk het beste zijn met een bal in je handen, maar je hebt maar één bal dat je mee kunt spelen. Dus dat maakt het natuurlijk iets moeilijker voor zo'n scenario. Ja. Pas op, als je er een goede coach bij zet en ze hebben een voormalig MVP-kaliber speler, Steve Nash is nu de coach bij de Brooklyn Nets, misschien dat hij wel de skills heeft om die speciale koppen-ego's bij elkaar te steken en er een mooi geheel van te maken. Who knows? Maar bon, momenteel zijn er nog geruchten. Ik denk niet dat hij onmiddellijk kan getrade worden totdat ze iets deftig in return krijgen. Oké. Okay. Ik onthoud dus dat Hans van Puijenbroek zich kandidaat stelt voor de rol of de job van hoofdcoach bij de Brooklyn Nets. Heel graag zelfs. Heel graag. Heel graag. Ik wil zelf waterboy zijn. Dat is geen probleem. Oké. Okay. Oké, okay, dan zijn we rond, denk ik, Hans, voor deze week. Dan blijft er ons enkel nog onze luisteraars te bedanken om naar ons te luisteren. We verwijzen opnieuw graag naar onze Facebookpagina, de Special 2, naar onze Instagrampagina, naar onze YouTubepagina. Ja. Laat gerust uw commentaar achter. En we zien elkaar binnen 2 weken voor deel 2 eigenlijk van de beste sportfilms. Dan gaan we het niet meer hebben over de films, maar echt specifiek over de beste docu's, de beste sportdocu's aller tijden. Ja. Dus we hopen dat jullie dan weer luisteren. Tot binnen 2 weken. Yes, tot binnen 2 weken. Hopelijk zijn we er allemaal terug bij.